de tweede editie van het buurtcamping. De derde keer dat we het organiseren. Maar de tweede keer dat hij ook echt doorgaat. Dus wat dat betreft een mooie lijn. De eerste keer te weinig vrijwilligers. De tweede keer bijna te weinig kampeerders. En dit jaar binnen 24 uur geloof ik uitverkocht. Kortom, bijzonder. Nou heb ik alweer veel te lang gepraat, dus gaat het wethouder nu het woord voeren en de officiële opening doen. Ik wil vooral eigenlijk, voordat ik dit keer ga proberen goed die vlag te hijsen, want vorig jaar hebben we nog hele leuke filmpjes van, ging dat niet zo lekker. Vooral iedereen bedanken, de sponsoren, zorg en zekerheid begrijp ik dit jaar, hartstikke mooi. Lekker buiten zijn sporten, bewegen, om gezond te blijven. De Albert Heijn zie ik eigenlijk iedereen die dit mogelijk maakt. Maar het allerbelangrijkste natuurlijk de vrijwilligers, die hier al de hele dag en volgens mij veel langer dan dat keihard aan het werk zijn. Dus laten we er samen een heel mooi kampeerweekend maken. En als college zeggen wij altijd samen maken we de stad. En ik zou zeggen samen maken we de camping. Maak er een mooi feest van. En met een beetje regen, dat geeft niks, wordt een hartstikke mooi weekend. Ik ga een tweede poging maken. Jongens en meisjes, we gaan zo meteen beginnen. Maar voor we gaan beginnen, we gaan het eerst even aftellen van 10 naar 1. Kunnen we het al even aftellen van 10 naar 1? We gaan van 6 naar 5. We gaan van 4 naar 3 naar 2. We doen de pas aan pas. We doen de pas aan pas. Met de hele klas. Oh, mooi. Oké, we beginnen met Swissie, daar gaan we hoor.